Wilbert, kun je je voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? Ja, ik ben Wilbert Heijmans, 48. Ik ben geboren en getogen in Limburg, geboren in Klemmen. Ik hou van uitdagingen. Ik heb afgelopen weekend de Nacht van Gulpen gelopen, 70 kilometer door het Limburgse Heuvelland. En verder, ik woon in Dubai met vrouw en kinderen. En dat is al 15 jaar. Voorheen in China gewoond en daarvoor natuurlijk in Nederland. En qua carrière gewerkt in beurs en evenementen bij Jaarbeurs in Nederland, in Shanghai en daarna in beurzen in Dubai. En je hebt een dienst met de naam Life After Me. Hoe ben je tot dit concept gekomen en kun je er meer over vertellen? Ja, 3 jaar geleden werd ik 45 en toen dacht ik, over 5 jaar ben ik 50. Dat is halverwege. Ja, wat is die tweede helft korter is dan de eerste helft? Nou, dan dacht ik, het is toch tijd om eigenlijk me voor te bereiden. En eigenlijk nog een stukje teruggaan. Meer dan 10 jaar geleden overleed mijn oom. Ik vanuit Dubai naar Nederland, naar Limburg, uitvaart, koffietafel. Dat is koffie en Limburgse vlaai. Maar daar bleef het bij. En het was niet echt een moment om stil te staan en een toast op Rien uit te brengen, ook op zijn leven. En ik dacht, dat is eigenlijk een gemist moment. En als je dat gezien had, had hij eigenlijk wel gedacht, nou, zou ik wel geapprecieerd. Dus dat was eigenlijk het zaadje wat geplant werd om te kijken van, je zou toch wel wat regie nog moeten kunnen voeren als je er niet meer bent. Maar wat hoort dat precies in, dat Life After Me? Life After Me is een dienst, is een platform waar mensen een account kunnen aanmaken en dan alle belangrijke documenten kunnen uploaden en notities maken. Denk aan een testament, een levensverzekering, maar ook je social media logins of je uitvaartwensen of een videoboodschap of andere berichten of brieven voor je nabestaanden. Dus eigenlijk een portaal om je voor te bereiden voor als je er niet meer bent. Zijn er meer bedrijven die deze dienst of dit product aanbieden? Er zijn een aantal andere aanbieders, met name in de Verenigde Staten, die iets vergelijkbaars doen. In Nederland heb je ook een aantal producten, maar die zijn niet zo, zeg maar, holistisch, zo breed zoals wij het aanpakken. Sommige zijn echt op je afsluiten van je abonnementen of echt voor je uitvaartwensen. Maar wij trekken het iets breder. Want we denken, er zijn verschillende aspecten voor als je er niet meer bent. Dus wij doen het iets breder dan eigenlijk de vergelijkbare aanbieders dat doen. Kun je een voorbeeld van geven? Van een andere aanbieder? Nee, hoe breed zoiets is. Wat moet je me daarmee voorstellen? Breed is als je, zeg maar, je account aanmaakt. Geven eigenlijk een stukje rondleiding over het platform. En dit is, zeg maar, sociaal en digitaal. Dit is financiën. Dit zijn je uitvaarttrends. Het zijn eigenlijk 8 secties. Waarin je dus aan kunt geven van, hey, dit is wat de informatie is wat ik wil nalaten. Dus je kunt ook zien, social media, laten zien, dit zijn de top 20 social media aanbieders. Je klikt erop en dan is gewoon je username en je paswoord. Maar ook van hier, dit is waar je testament kunt uploaden of je levensverzekering. Dus we geven wel een helpende hand om mensen te laten zien van, dit zijn belangrijke informatie voor je dierbaren. Ja, dus als je zo met mensen over spreekt, dan hebben ze het meteen natuurlijk over de beveiliging. Ja. Stel je voor dat al mijn gegevens op straat komen liggen, daar word je natuurlijk niet blij van. Nee, tuurlijk. Hoe hou je die veiligheid op peil? De veiligheid is het allerbelangrijkste van wat we doen. En daarvoor hebben we ook met een Nederlands IT-bedrijf dit gebouwd. En eigenlijk alle aspecten van veiligheid, van hey, welke server we gebruiken, Microsoft, Azure, welke software. We hebben dat allemaal heel veel aandacht aan gegeven. En vervolgens natuurlijk ook extern laten toetsen. Er is al 2 keer een ethische hacker hebben uitgenodigd om daarop los te gaan. Van, hey, kun je hierin? Kun je dit hacken? En die rapporten zijn heel positief. We zijn ook met Thijs Winkel in gesprek. En hun cyber security expert heeft ook gezegd, dit is veilig. En binnenkort zie je ook het Thijs Winkel waarborg op onze website. Elissa, ik meld me aan. En wat gebeurt dan? Als je aanmeldt, dan creëer je dus je account en daarmee ga je in het platform. Dus dan kun je al je documenten uploaden, je notities maken. En dan, wat dan eigenlijk de truc verder is dat je buddies aanmaakt. Buddies zijn je dierbaar. Je kunt er 5 aanmaken. Dat je zegt van, dit zijn de mensen die toegang hebben tot deze documenten na mijn overlijden. Je kunt ook aangeven, dit is testament, alleen voor mijn partner. Ik heb hier een brief, die is alleen voor mijn broer of zus. Dus je kunt ook aangeven welke documenten, door welke buddies, die daar toegang tot hebben.
Stel, ik heb geen buddy en ik heb geen partner, wat dan? Dan heb je waarschijnlijk ook niet veel verder. Dan is het misschien ook niet voor jou. Als je geen dierbare hebt om het na te laten. Dan heb je je testament. En dan is het waarschijnlijk voldoende. Alhoewel, daarop terugkomend. We werken met charities. Met goede doelen. Dus we zijn partner van Alzheimer. Van Hartstichting. Van KWF. En de Stichting Tutu. Dus ook al heb je eigenlijk geen dierbaar om na te laten, kun je op je Life After Me wel aangeven, dit zijn de goede doelen waar ik aan wil nalaten. Ja. En die zou je als buddy kunnen aanmaken. Of je notaris maak je als buddy aan, die dan zegt van, hey, ik weet, dit zijn de wensen van deze of gene. Dan kunnen de mensen terecht voor meer informatie. Op de website, lifeaftermee.com, hebben we ook een onderdeel van de vragen. Dus met vraag en antwoord. We hebben een WhatsApp, dus waar we snel op kunnen reageren via e-mail, uiteraard support@lifeaftermee.com. Dus we hebben een team in Nederland die graag vragen zien komen en antwoorden. Je hebt wel even op de website gekeken, het is natuurlijk niet gratis. Nee. Wat kost het? Het kost, je kunt op drie manieren betalen. Het kost €5,5 per maand of €49,5 per jaar of €249, dan is het voor lifetime. Maar voor jonge mensen zoals jij en ik, kun je uiteraard zeggen van nou, dat gaat nog 40, 50 jaar kosten. Na 6 jaar vragen we geen betaling meer. Dus na 6 jaar zeggen we, dan heb je genoeg betaald, dan hoef je niet meer te betalen. Anders wordt het aan de dure kant. Wat zou je willen zeggen wat ik niet heb gevraagd? Dat we het belangrijk vinden om wat goeds te doen voor mensen. Aan de ene kant willen we mensen helpen, maar aan de andere kant ook die goede doelen steunen. En ook voor elk lid planten we een boom. Plant for the Planet, dat is een Verenigde Naties initiatief. Dus voor elk lid planten we een boom. We willen ook echt wat goeds doen voor mensen en voor de toekomst.